Hoi iedereen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Plan Met Mij video. Vandaag gaan we weer een nieuwe week indelen. Ik heb wederom een andere setting uitgekozen om uit te proberen. Ik zit nu aan de salontafel in de woonkamer. Dus ja, ik ben nog een beetje aan het uitvogelen hoe ik deze video's het beste op kan nemen. Zodat jullie de beste kwaliteit video's krijgen. Dus vandaag zitten we in de woonkamer aan de salontafel. Er ligt een baby in de box naast mij. Dus het zou zomaar kunnen dat ik mijn opnames af en toe moet onderbreken. Maar dat is moederleven voor je. We gaan beginnen. We gaan vandaag weer een nieuwe weekplanning maken. En we zijn al bijna aan het einde van de maand. Dus we zijn volgens mij alweer toe aan de laatste weekblaadjes. Dus dit is de week en ik heb al mijn washi tapejes weer bij, zoals jullie kunnen zien. Dat getrippel wat je hoort, dat is de hond overigens, mocht je nieuwsgierig zijn daarna. We gaan weer gewoon lekker aan het knutselen en ik heb vandaag zin om wat blauw tinten te gaan gebruiken. Ik weet niet waarom, maar ik ben in de stemming voor blauw. Deze vind ik echt super schattig. Dat is zeg maar donkerblauw met hartjes erop, dus ik denk dat die ga onthouden. Welke past daar mooi bij? Deze denk ik wel. Of deze misschien beter? Ik ga iets doen met deze kleurtjes. Ik weet nog niet welke van deze set ik allemaal ga gebruiken. Maar dit zijn in ieder geval de kleuren die ik in gedachten heb voor deze week. Dus ik ga beginnen weer met het afplakken van de binnenste rij. De reden dat ik trouwens nou weer op een andere plek ben gaan zitten is omdat ik mijn filmpjes, ik neem ze eigenlijk altijd op met mijn telefoon. Maar ja, ik weet niet, ik word niet zo happy van het resultaat van de beeldkwaliteit, zeg maar. Dus ik dacht, ja, ik wil toch wel graag gewoon met mijn chique fancy spiegelreflexcamera mijn Plan Met Mij filmpjes opnemen. Maar op mijn bureau heb ik daar gewoon niet genoeg ruimte voor om mijn statief dan goed neer te zetten. Dus vandaar dat ik nu weer ergens anders zit. En zo blijf ik het gewoon een beetje uitproberen wat ik het fijnst vind. Worstelen jullie daar eigenlijk ook wel eens mee met van hoe kan ik het beste mijn camera neerzetten? En hoe maak ik de beste kwaliteit video's voor mijn kijkers? Want je wilt natuurlijk wel dat ze iets leuks hebben om naar te kijken. En ja, ik weet niet waarom, maar ik word zelf nooit zo vrolijk van video's die echt in hele jammerlijke kwaliteit zijn opgenomen. Ik kan er niet zo goed tegen. Niet dat ik dan de kwaliteit van de video's daar minder op. Ik heb het echt ook puur over de resolutie. Ik kijk liever filmpjes die lekker scherp zijn. En ja, die kijk ik toch liever dan filmpjes die een beetje meer ruis hebben, zeg maar. En dat is heel erg jammer, want het gaat natuurlijk om de boodschap uit zo'n video's. En omdat ik dan een beetje een videokwaliteitssnop ben, om het zo maar eventjes cru te noemen, zou ik video's niet kijken. Ja, dat is eigenlijk heel, heel slecht van mij. Ik weet het. Wat zal ik doen? Ik denk zou ik deze gebruiken? Ik denk dat ik ga afwisselen een keertje. Dus een keer iets anders. Ik ga steeds boven de zo. En voor degene die zeg maar die stickertjes hier in de hoekjes zien, dat is zodat ik precies weet waar ik kan werken. Hier komt Tuesday, hier komt Wednesday. Zo. Sakeetje. En dan Friday. Oh. Dag.
gaat niet helemaal goed. Zo. Pom, 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 pom. Babadam, pom, 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 pom. Ik had eigenlijk voor vorige week, had ik overigens ook een plan met mij opgenomen. Maar die is dus niet online gekomen. En de reden daarvoor is dat ik echt tegen het einde begon nou opeens te huilen. En ik kon gewoon niet, ik kon niet verder filmen tot heel erg laat op de avond. En ik heb nog wel een stukje opgenomen met Nout met mij op schoot. Om zeg maar uit te leggen wat er gebeurde en waarom ik de plan met mij moest onderbreken. Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Omdat ja, ik voel me er toch niet fijn bij om mijn kleine op internet te zetten. Zelfs al is het maar een klein plukje haar in, onder in het scherm. Ik weet niet, ik voel me er gewoon niet prettig bij. Ik heb een poosje terug, heb ik namelijk een artikel gelezen op Facebook. En ik weet het, Facebook dat is niet altijd even betrouwbare bron voor informatie. Maar wat ik daar las, nou ik schrok daarvan. Het schijnt dus, en ik zeg schijnt, want of ja, ik zeg schijnt, maar ik bedoel, het is dus, want ik heb het zelf uitgezocht of dat het wel klopte wat ik las. Want ja, ik ga niet overal natuurlijk blind vanuit van dat het waarheid is. Maar anyway, wat ik dus las, is dat er dus mensen zijn die babyfoto's die anderen op Instagram of Facebook zetten, dat ze die opslaan naar hun harde schijven bij als het ware. En dat ze die vervolgens zelf weer opnieuw posten. In een soort van... En dan doen ze dus net alsof dat het babytje van hun is. Het kindje. En daar spelen ze een soort virtual reality ouders mee. Met jouw foto. Dus dan zetten ze die foto op Instagram. En vervolgens kunnen andere spelers, om het zomaar eventjes te noemen, die kunnen daarop reageren met... Dan zet je bijvoorbeeld een foto op Instagram met van een baby die bijvoorbeeld zijn eten niet lekker opeet. Van baby heeft buikpijn of krampjes en eet niet goed, zeggen ze er wel bij. En gaan andere mensen daarop reageren van... Ach, arme baby, item over zijn buik. Of arme kleine, dit of dat. En oh, ik moet er niet aan denken dat iemand met foto's van Nout zoiets zou doen. Ik bedoel, ik heb niet... Uren liggen zoeken op de bevalling om vervolgens iemand anders zeg maar te laten doen alsof Nout van haar is. Ugh. Dat is toch echt heel erg fout, vind ik persoonlijk. En dat is nou dus ook precies de reden waarom ik zo blij ben met de plan community. Nee, de DIY community. Ja, hoe moet ik het dan noemen? Met de knutselpossie op YouTube. En zeg maar die mensen die wat meer down to earth zijn. Oh, dit is trouwens voortaan mijn stickermap. Want ik had er te veel voor in mijn kleine happy etuietje. Dus ja, dat moest eventjes aangepast worden. Even kijken wat ik al heb. Ik heb zin om met vlinderstickertjes te gaan werken dit keer. Ja, dat ga ik doen. I like butterflies. En ik ga ook weer wat stempelen, want ik vind stempels leuk. Ik heb nog steeds, vind ik het zo jammer, dat het papier van deze planner te dun is voor waterverf. Want ik hou heel erg van werken met waterverf. En dat gaat gewoon niet met deze. Nah. Ik ga wat clear stamps gebruiken. En ik geloof dat ik ook ergens een stempelkussentje had met de kleur groen. Maar als dat zo is, dan zit die hier niet in, volgens mij. Ik heb wel geel, maar ja, die gele die zie je zo verrekt slecht. Dat is niet zo leuk. Oh, ik weet wat ik ga doen. I know. Ik ga dat... Ik ga een beetje dat gradient effect proberen te maken met deze leuke hartjes sticker. En dat ga ik dan doen met roze, paars en blauw. Ik heb geen idee of dat het gaat lukken, maar ik ga het gewoon proberen. En ik doe het voor de zekerheid eerst eventjes achter op dit stickervelletje. Zodat ik in ieder geval niet meteen een hele bladzijde heb geknoeid als het fout gaat.
Je weet het ooit niet, hè? Je weet het ooit niet. Dat is met experimenteren. Dan moet je gewoon eventjes kijken of dat het überhaupt werkt. Voordat je een heel werkje naar de knoppen hebt. Dat is zonde. Ik heb geen idee of dat die pakt. Het lijkt wel alsof de randjes van het stempelkussentje een beetje te hoog zijn. Even kijken hoor. Oh, hij pakt wel, ja. Het lijkt alsof de randjes een beetje te hoog zijn voor het stempeltje om te pakken. Dus ja, ik weet niet of dat het werkt. Maar ik ga het gewoon... Ja, maar hoe doe je nou de onderkant, Miep? Zo. Ik wou eigenlijk drie kleuren doen. Maar ja, hoe kom ik nou... Zou ik gewoon met roze over die paars heen gaan? Ja, we doen het gewoon. We zullen wel zien of dat het werkt. We shall see. Wie niet waagt, die niet wint, zeggen ze dan toch? Ik krijg in ieder geval wel paars en ook mijn roze inkpet. Dat is een beetje een bummer. Let's see of dat het werkt. Ja! Oh, dat ziet er tof uit! Kunnen jullie iets goed zien zo? Ik hoop het echt. Oh, dat ziet er zo schattig uit. I like it. I like it. I love it. Wat zeg ik nou? I don't like it. I love it. Trouwens, binnenkort heb ik nog iets heel erg leuks met jullie te delen. Want ik ben er namelijk achter hoe ik een waterverf effect kan creëren op deze hele dunne... flimsy plannerpagina zonder dat ze helemaal krom trekken. Dus dat ga ik jullie binnenkort laten zien in de video. Even kijken. Ik heb hier nog van die schattige... Boem, boem, boem. Ik weet dat ik echt super veel stickers gebruik, maar ik word er gewoon zo vrolijk van. Ik ga het theedrinkend uiltje denk ik eventjes hier overheen plakken. Dat vind ik wel grappig. Ik hou van... thee. Ik heb voor deze keer ook een ander essentieel onderwerp bij mijn planner video klaarstaan. Namelijk een hele grote mok met thee. Dus daar ben ik zo blij mee. En een andere die ik ga gebruiken is deze. Wat gebruik je toch veel stickertjes, Joni? I know, maar ze zeiden ook zo schattig. Zondag is het de 26e, dus dan is het maandag de 27e. Oh, en dit is echt een eigenaardigheidje van mij. Ik moet mijn bladzijden bijna horizontaal hebben liggen om te schrijven. Want dan schrijf ik gewoon een stuk netter. Dus ja, forgive me. 2, 7, 6. 6, 2, 8, 6. Et voilà. Dat is mijn weekindeling. De weekplanning. En het eerste wat ik nu ga doen is natuurlijk nog de stickertjes plakken voor mijn weekplanning. Zo. En dan schrijf ik eventjes op de challenges die ik nog moet doen de komende week voor de Instagram challenge. En dat is... Even kijken. De 27e. De 5th book on shelf. En, by the way, juli luidt het begin in van een nieuwe uitdaging maand. En daarbij kan ik jullie hulp wel gebruiken. Want ik zit dus te twijfelen. Welke challenge ik dan aan wil gaan, dat is ofwel de Rock Your Handwriting Challenge. Dus Rock Your Handwriting. Of de 30 Day Doodle Challenge. Maar... Ik kan wel zelf niet bepalen. Ik weet niet welke ik het leukst vind om te gaan doen. Of welke jullie het liefst willen zien op Instagram. Dus vertel me het vooral. Wat willen jullie zien? De Rock Your Handwriting Challenge of de 30 Day Doodle Challenge? Laat het me gewoon eventjes weten in een reactie. En dan degene met de meeste stemmen, daaraan ga ik me wagen. En bij de Rock Your Handwriting kan ik misschien wel wat tips geven. Ook voor handlettering en zo.
Terwijl bij de Doodle Challenge natuurlijk weer wat leuke, misschien wat versnelde filmpjes kan laten zien van hoe ik doodle. Ik weet het niet. Laat het me weten, wat lijkt je het leukst? En als je trouwens de Doodle Challenge wilt zien, dan zou ik het heel erg tof vinden als je eventjes ook wat suggesties geeft voor tekeningetjes die jullie graag willen zien op Doodle Dinsdag. Want dat is sinds afgelopen week, doe ik iedere dinsdag een filmpje uploaden waarin ik gewoon wat teken. Dat was de laatste keer, was dat een kaartje met daarop een quote, een tekening speciaal voor theeleuten. En ja, voor volgende week ga ik weer iets anders maken. Maar het zou me heel erg tof lijken als jullie een beetje meedenken of over wat je precies wilt zien. Dus zou jij bijvoorbeeld leuk vinden om een keertje te zien hoe ik Jon Snow teken uit Game of Thrones voor mijn part? Dat zou je kunnen vragen in een reactie. Zou je het leuk vinden om te zien hoe dat ik een pizza teken? Dan kun je dat ook vragen in een reactie. En dan ga ik daar zeker rekening mee houden in mijn volgende video. Dat zijn dus al een paar dingetjes die ik sowieso wil gaan doen de volgende week. En wat ik volgende week ook nog moet doen, dat is dinsdag even naar de bieb. Nee, jij mag niet mee naar de bibliotheek, Bruno. Nee, hondjes zijn daar niet toegelaten. Nee, helaas. Het spijt me, jongen. Want ik moet naar de bieb om even iets te printen. Wat dit te maken heeft met mijn volgende plan met mijn filmpje. Wat ik ook nog moet doen is eventjes boodschappen voor mijn DIY. Voor mijn... En dat kan ik waarschijnlijk wel even gewoon na het werk doen. Even snel binnenwippen. Dat is die DIY met die waterverf dus, hè. En wat ik volgende week zou willen doen voor mijn BookTube kanaal. Dat is een nieuwe bookcase tour. En aan het einde van de maand is het natuurlijk, ja, June wrap-up is voor Instagram, maar ik moet dan ook blog wrap-up doen. Blog wrap-up, yep. En ik ga vrijdag dan, of zal ik dat zaterdag doen? Ja, zaterdag. Favoriete filmpje opnemen van juni. Horen jullie dat? Dat is het geluid van een babytje dat wakker aan het worden is. Hé, Nautje? Of slaap je weer verder? Hij slaapt weer lekker verder. Hij is zich gewoon even aan het uitrekken. Favorieten van juni moet ik dan eventjes filmen. Even kijken, wat moet ik nog meer doen? Oh! Oh, jeetje! Weet je wat deze week ook, wat gisteren voor dag was? Gisteren, 23 juni, is het al 4 jaar geleden dat ik begon met boekbloggen. Jeetje, dat was ik helemaal vergeten. Al 4 jaar, toen begon ik met Craving Pages. Wauw, dat was hem. Dat was dus mijn plan met mij voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Volgende keer dan heb ik weer een plan met mij waarin we de maandindeling gaan versieren. En daarbij heb ik een kleine twist bedacht die de plan met mij ook interessant gaat maken voor de kijkers die het leuker vinden om naar mijn boekgerelateerde video's te kijken. Dus dat is zeker iets om naar uit te kijken. Ik zie jullie graag weer in de volgende video. Als je deze video leuk vond, dan zou ik het tof vinden als je een duimpje omhoog wilt geven. Wat een rare houding voor mijn arm. Hoe dan ook. Dan geef je even een duimpje omhoog. Je kunt je abonneren op mijn kanaal. Dan ben je als eerste op de hoogte wanneer er een nieuwe video is geplaatst. Dan hoef je er dus geen één te missen. Ik zie jullie graag weer in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei! Hoi iedereen, superleuk dat jullie weer zijn voor een nieuw filmpje. Vandaag heb ik een recensiefilmpje voor jullie. En wel om de eenvoudige reden dat ik dit boek geen recht kan doen als ik alleen maar een artikel schrijf.